Welkom allemaal bij deze productvideo van Union Hechttechniek. In deze video ga ik jullie meenemen in het bevestigen van vloeren middels een tekker en het vastgieten van plinten op een houten, kalkzandstenen of gipsen ondergrond. Ik leg jullie uit welke middelen je daarvoor nodig hebt, welke tekker je daarvoor kunt gebruiken en op welke manier wij vanuit Union jullie kunnen helpen om dit nog sneller en makkelijker te kunnen doen. Neem nu bijvoorbeeld een moderne visgraatvloer. Het is heel arbeidsintensief om deze te plaatsen en daarnaast heb je te maken met kwetsbare en duurzame onderdelen. Hiervoor wil je dus gebruik maken van een goede tekker in combinatie met de juiste middelen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hier rechts van mij zien jullie een vakman die dit demonstreert. Hij maakt hierbij gebruik van onze kleine 1N-JA-tekker in combinatie met een kunststof beschermneus om het materiaal niet te beschadigen. Het bevestigingsmiddel wat hij gebruikt is een kleine JA-microbret, wat zich kenmerkt doordat hij eigenlijk bijna koploos is. Hij is namelijk slechts 1,4 mm, waardoor hij ook wegvalt in het materiaal. Nabewerking is daardoor dus ook niet nodig. Voor het vastgieten van plinten gebruik je de Union 3AM-tekker. Deze tekker is een lichtgewicht machine die wel over voldoende slagkracht beschikt om jouw plint vast te zetten op een gipsen of kalkzandstenen ondergrond. De brets die je hiervoor gebruikt zijn de TM. En dit zijn extra geharde brets waardoor ze ook makkelijker in het materiaal komen en toch ervoor zorgen dat jouw plint goed vast zit op de gipsen of kalkzandstenen ondergrond. Ik ga je nu laten zien hoe dit werkt. Hopelijk hebben jullie op deze manier nog een beter beeld wat wij als Union zijnde voor jullie kunnen betekenen op het gebied van het bevestigen van vloeren en plinten. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact met ons op of neem een kijkje op onze website.